Kroatië heeft in de halve finale gewonnen van Engeland met 2-1. Engeland kwam op voorsprong door een goal van Kieran Trippier. Ivan Perisic zette Kroatië vervolgens op gelijke hoogte, maar uiteindelijk bracht de verlenging de beslissing. Mario Mandzukic scoorde de winnende 2-1. Kroatië staat voor het eerst in de geschiedenis in de WK-finale en die is zondag tegen Frankrijk. En op Wimbledon heeft Rafael Nadal de halve finale bereikt. Hij won van Juan Martín Del Potro in 5 sets. Makkelijk ging het niet. De wedstrijd duurde uiteindelijk bijna 5 uur. Nadal moet het in de halve finale opnemen tegen Novak Djokovic. En ook de Amerikaan John Isner staat in de halve finale. Hij was in 4 sets te sterk voor de Canadees Milos Raonic. Hij treft in de halve finale Kevin Anderson. Wielrenner Pieter Wening heeft in de Ronde van Oostenrijk de koninginnenrit gewonnen. De 37-jarige Fries reed solo naar de zege. Hij zorgt hiermee voor de eerste overwinning van Team Roompot Nederlandse Loterij van dit seizoen. Tot slot om de poll, die gaat over de finale zondag, Frankrijk-Kroatië. En daarbij is volgens jullie Frankrijk favoriet. Tot zover de sportupdate, we zijn er morgen weer. Fijne avond.